Koen Kostons, ja, truck in de Geuselt. En weer een derby. Voor dit geen onbekend terrein wat dat betreft. Nee, ik heb wel een aantal derbies gespeeld al. In 2018 zag ik deze week nog de beelden van 2018. Ja, dat was een schitterende wedstrijddag. Dus ook op zondag, 10:15. Dus ik hoop toch voor weer dezelfde sfeer. En natuurlijk weer met een overwinning. Je redde hem niet tegen Golvaan. Ja, Lopje. Ja, dat waren de uitwedstrijd tegen Roda. Dat waren de uitwedstrijd. Ja, dat waren chique goal, ja. Maar ik hoop natuurlijk hem nu in de Geuselt te maken natuurlijk. Ja, maar hebben ze dit jaar al ongeveer zo'n goal gemaakt in het begin, hè? Ook zo'n half lopje. Ja, dat waren ook een lopje voor de keeper. Ja. Wat wel anders, maar ja, wel een lopje. Dus. Ja. Ja, je bent nu terug in de Geuselt. Ervarener, je gaat ouder. Wie kijkt zich tegen een derby aan? Ja, een derby blijft wel iets speciaals. Sowieso is een jong van de club. Dit zien wel de schoonste wedstrijden van het jaar, zeg maar. En daar leeft ze enorm naartoe. En daar kun je een gezonde spanning bij loeren. En de merk zit gewoon om zich heen. En de lui op straat en Boetsdorf Kumps dat ze het erover hebben. Dus dat is gewoon een wedstrijd op zich. Maar absoluut, een derby is een derby. Dus speciaal zal het altijd blijven. Ja, de wedstrijd is vroeg. 11:15. Stijf ze dan vroeger op? Nee, ik denk dat gewoon normale tijd opstond. Het enige verschil is dat een beetje met eten en drinken, dat ze meer moest eten smorgens al en meer drinken op een korte tijd. Mm-hmm. Om natuurlijk klaar te zien voor de wedstrijd. Dus dat is het enige verschil, maar voor de rest verandert er niet veel aan mijn wedstrijdvoorbereidingen. Wat eet ze dan op zo'n ochtend? Ik denk, spek met eieren zal dat niet gebeuren. Nou ja, er zijn verschillende opties. Hè. Ik bedoel, ik zelf zit in iets zitten om smorgens pasta of ries naar binnen te werken. Dus ik denk dat je het bij proteïne, pannenkoeken en zo, dat soort dingen er gewoon houden. En ook niet te veel, want dat gaat er op de macht liggen, maar hangt er maar van u toch te klaar voor ben je. Oké, wat verwacht je van de wedstrijd op zich? Nou, derby is altijd een wedstrijd op zich. Dat is knokken, dat is strijden, dat hoeft niet per se schoen voetbal te zien. Maar dat is gewoon strijdpassie en dan na 90 minuten wil ze natuurlijk als winnaars erbij staan. Maar ja, dat zal het eerste moeten zien wat we moeten leveren. Dat is de strijd en de passie. En als we dan met het publiek samen, als die erachter kunnen staan en we kunnen de energie brengen van tegen NAC en tegen ADO. Ja, nou, dan kunnen we eigenlijk het schoonste van maken, denk ik. Ja, want tegen Heracles was heel kort bij een doelpunt, hè? Voor de keeper. Ja, die had erin gemotten, vind ik zelf. Ik ben de spits verwachten dat ze dat die doelpunten maken. Dus daar heb ik wel echt even flink van gebaald. Maar ik hoop dat ik hem zondag wel mag maken en kind maken. Dus ik ga nog alles aan doen. Nou, zullen we daar dan een deal van maken? Zondag wel? Dat doen we. Allee, succes. Dank u wel.